Hey, en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tjukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een heel romantisch bloemstukje maken. Heel zomers, heel sterk. Dus ik heb er zin in. Heb jij er ook zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Druk dan eventjes op die abonneerknop. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En het kost helemaal niets. Je hoeft niets te betalen, maar je blijft gewoon op de hoogte van alle leuke video's. Daarnaast zorg je ervoor dat ik dit soort video's blijf maken. Dus dat vind ik natuurlijk super leuk. En ik zou zeggen, laten we gauw beginnen. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl, daar vind je het onder kopje cursuspakketten. Daarnaast staan heel veel materialen en de bloemen bijvoorbeeld ook los in onze webshop. Mocht je dat ook willen bestellen, mocht je zelf een mooie schaal hebben, dan kan dat ook. Dus is dat natuurlijk ook super leuk. Daarnaast hebben jullie een winnaar te goed, want er komen heel veel winacties aan. Mocht je dat leuk vinden, kan je er altijd aan meedoen. En de winnaar komt hier in beeld. Jij hebt onder de vorige video een leuke reactie achtergelaten, waardoor je wat leuks hebt gewonnen. Dat is natuurlijk heel erg leuk. En wil je nou ook een leuke prijs winnen? Een cadeaubon ter waarde van 15 euro, vrij te besteden in onze webshop. Laat even een leuke reactie hieronder achter. Doe even een duimpje omhoog. En wil je dubbel kans maken, kan je het ook delen op Facebook of Instagram. Dan doe je zelfs twee keer mee. Dus mocht je dat leuk vinden, op Facebook kan je het daarop delen. Heb je dat niet, dan kan je ook gewoon hieronder een reactie achterlaten. Doe je ook mee. Goed, we gaan gauw beginnen, hè? En zoals ik al zei, gaan we een heel stoer, maar romantisch, lief zomers bloemstuk maken. En ik heb rekening gehouden met de hogere temperaturen, dat het lekker lang houdbaar is. Dat willen we, of mocht je nog weggaan, dan is het ook geen probleem. Ik heb een hele mooie stoere pot op voet. Echt een beetje het robuuste. Hij is van binnen wel iets geglazuurd, dus ik verwacht wel dat hij dat water tegenhoudt. Alsnog doe ik eventjes wat folie eronder voor de zekerheid. Daarin doe ik even oase. Oase nooit onder water duwen, maar langzaam laten vol zuigen. Niet onder de kraan of zo houden, maar zelf laten vol zuigen. Dat heb ik al gedaan, dus die ga ik even toevoegen. En dan ga ik het even op maat snijden. Ik heb de schaal gevuld en ik snijd het overige plastic even af. Gaan doen is de schaal gelijkmatig opsteken, maar ik heb wat materialen die het apart maken, romantisch maken. We gaan ook met mooie schelpjes werken in verschillende tinten, dat is natuurlijk super leuk. En de kleurencombinatie gaat straks heel mooi lijken. Ik heb mooie trosroosjes, gipskruid, distel, dus allemaal bloemen die mooi indrogen. Dus ik zou zeggen, laten we gewoon beginnen. Ik steek het dus echt gelijkmatig op. Dan heb ik ook mooie distel, die steek ik op dezelfde manier gewoon tussen. En ik werk eigenlijk gewoon een beetje rond. Aan de zijkant steek ik hem een klein beetje schuin, zodat het mooi overloopt naar de rand. Dit doe ik ook met wat gipskruid. Je zou het eventueel op draad kunnen zetten, maar je kan het er ook gewoon zo bij tussensteken. Ik hou wel ongeveer dezelfde lengte aan. Dan heb ik ook mooie strobloemetjes. Scabiosa bolletjes. En zoals je ziet gebruik ik dus allemaal weer materialen die goed indrogen, die sterk zijn. Dus waar je extra lang van kunt genieten, ook als het warm is. Kijk hoe mooi het al is, jongens. En als het indroogt, echt prachtig mooi. Dan heb ik
pimpernel. En die mag je er wel iets bovenuit laten springen. Dat geeft een speels effect. En dan heb ik nog iets limonium. Ook die stop ik erbij tussen. Kijk wat het doet qua kleur. Heel erg mooi. Mocht je nou gaatjes hebben, heb ik heel mooi IJslands mos. Maar in een apart kleurtje. Die voeg ik er zo op de plekjes waar je nog gaatjes hebt. Het is een heel lief kleurtje ook. En zo kan je het nodige steekschuim wat je nog zichtbaar hebt wegwerken. Het is echt prachtig. Heel leuk. En ook leuk als dit allemaal indroogt. Dan heb je echt een heel mooi bloemstukje. Dan heb ik mooie schelpen. En die heb ik in verschillende kleuren. Allemaal een beetje dat zachte tintje wat ook in het bloemstuk terugkomt. Blauw, roze, groen, geel. En die leg ik er eigenlijk gewoon zo bij tussen. En dit maakt het dan gelijk natuurlijk heel zomers. Superleuk. En om dat nog helemaal af te maken. Hier een mooie slinger. Hiermee maak je hem natuurlijk helemaal apart. Zet je even vast met een krammetje of je steekt het uiteinde erin. En dan maak je eigenlijk een beetje een kronkel mee. En kan je hem vastzetten hoe jij hem graag wil hebben. Zo creëer je ook diepte in het stuk. Je kan hem er ook aan de buitenkant omheen laten lopen. Dan heb je hem wat rustiger. En waar nodig zet je hem even vast met een krammetje. En je zou nog wat extra vlindertjes kunnen toevoegen. En die kan je op de hoogte toevoegen. Echt superleuk. En die heb ik in verschillende tinten. Lila, roze. Ook weer in de kleuren die je eigenlijk een beetje terug ziet komen in het bloemstuk. Je kan ze er ook korter in doen als je het leuk vindt. Maar zo hebben we een heel lief bloemstukje. Maar wel heel apart op deze manier. Nou, de hoogte kan je dus zelf bepalen of waar je ze insteekt. Speel daar gewoon mee. Maar dan hebben we hem helemaal af. Prachtig. Ik ben hier super blij mee. Ik vind hem super leuk. Heel lief, zomers, zwierig. Ja, het past gewoon bij deze tijd. De pot kan je natuurlijk elke keer weer gebruiken, maar de materialen zullen ook mooi indrogen. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.ulnaimbloemist.nl. Ben je nu bijvoorbeeld op vakantie en wil je hem graag later ontvangen, dan kan je het ook aangeven. Dus je kunt de gewenste datum aangeven. Goed, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Wil je kans maken op een cadeaubon ter waarde van 15 euro? Laat een leuke reactie achter. Er zullen veel meer winacties komen, want ik vind het heel leuk om jullie daarmee enthousiast te maken. Jullie zijn er altijd heel enthousiast over, dus blijf vooral de video's kijken. Goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken en jullie zien mij de volgende keer weer. Doei!